Zorginstituut Nederland heeft geadviseerd 2 nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van chronische nierschade te gaan vergoeden. Dapagliflozine en finerenon. Dapagliflozine is een SGLT2-remmer die al langer beschikbaar is voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 en van chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. Het advies is de vergoeding uit te breiden naar volwassenen met chronische nierschade. Uit de gerandomiseerde klinische studie van dapagliflozine is gebleken dat het resulteert in een aanzienlijke verlaging van de kans op verslechtering van de nierfunctie, van nierfalen en van renale sterfte. Tevens resulteert het waarschijnlijk ook in een verlaging van de algehele sterfte binnen deze patiëntenpopulatie. Daarnaast is bekend dat het bijwerkingenprofiel van dapagliflozine bij patiënten met chronische nierschade vergelijkbaar is met het al bekende bijwerkingenprofiel van dit middel bij patiënten met diabetes type 2. En daarnaast zorgt de toevoeging van dapagliflozine aan de standaardbehandeling niet voor meer ernstige ongunstige effecten in vergelijking met alleen de standaardbehandeling bij patiënten met chronische nierschade. En uit de kosteneffectiviteitsanalyse is gebleken dat dit middel kosteneffectief is voor deze patiënten. En dat is met name doordat het bij een deel van de patiënten de dialyse waarschijnlijk zal uitstellen. En daarmee worden dus medische kosten daarmee voorkomen. Het tweede middel met een positief vergoedingsadvies is finerenon. Finerenon is een kaliumsparend diureticum en alleen geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met zowel diabetes mellitus type 2 als chronische nierschade stadium 3 of 4 met albuminurie. De positieve effecten van finerenon zijn eigenlijk vergelijkbaar met die van dapagliflozine. Dus ook finerenon zorgt voor een klinisch relevante verlaging van de kans op verslechtering van de renale eindpunten. En tevens zorgt het ook voor een verlaging van de algehele sterfte binnen deze patiëntenpopulatie. Wat betreft de ernstige ongunstige effecten zorgt dit voor een zeer kleine toename. En de meest voorkomende bijwerking is hyperkaliëmie. Het belangrijke verschil in de indicatiestelling voor finerenon en dapagliflozine is dat finerenon alleen ingezet kan worden bij patiënten met stadium 3 en 4 nierschade met albuminurie. En dat dapagliflozine voor alle stadia van chronische nierschade ingezet kan worden. Meer informatie over de nieuwe middelen bij chronische nierschade vindt u op de website van het IVM.